Het is prachtig weer en dus heeft het graan in Nederland weer goed kunnen rijpen. Daarom is voor loonwerker Theo Schonen het weer tijd om te oogsten. Wat vindt u er precies zo leuk aan? De vrijheid die je hebt buiten in de natuur nu met een mooi weer. Ja, we willen nog meer. De mensen willen mooi weer. Ja, als het regent hebben wij een nadeel natuurlijk, maar als het mooi weer zijn wij wel mooi meegenomen. En wat houdt maaien en dorsen eigenlijk in precies? Het maaien is het de rogge maaien vanaf de stengel, de stopper blijft staan. De stengel gaat door de machine, de aren ook. En de aren die worden gedorsen. Dus het korrel wordt uit de aren geplet. En hoeveel kilogram haalt u precies op? Nou, precies weet ik het niet, maar geschat zo rond de 4,5 ton. Dus van dit perceel, plus minus een hectare groot is, 4, 4,5 ton dus. En waarvoor wordt rogge nou precies allemaal gebruikt? Ja, de ene heeft voor brood en de andere voor havermout, ik weet het niet. Dus daar houden wij ons eigenlijk niet zo heel druk mee bezig. Maar ik denk ook in het voer te verwerken bij de boer misschien, of voor de kippen, of misschien wel eens in de winkel, ik weet het niet. Loonwerker Theo mag het dan niet weten. Rogge wordt gebruikt voor roggebrood en whisky. En voor wie wil weten hoe het maaidorsen er vroeger aan toe ging, die kan vanaf volgende week zondag de Dag van het Dorsen in Veldhoven bezoeken.